Wat? Ik heb een hele uitgebreide avondroutine. Sinds ik hier woon heb ik dus weer mijn invulboekjes opgepakt, want dat maakt het journalen wat makkelijker. En natuurlijk even met deze man thuis chillen. Een uitgebreide skincare routine. Ik slaap met eigenlijk 4 knuffels in bed, maar 1 grote teddybeer. Daar moet ik op liggen. Dan heb ik een luisterboek op. En dat is niet een heel gezellige, namelijk Moordkast. En eigenlijk, idealiter, heb ik ook nog een dropje in mijn mond. Ik vind het wel wennen om weer alleen te slapen, want ik heb 5 jaar altijd met iemand naast me in bed gelegen. Maar gelukkig heb ik Baloo. Dus die telt als soort van man in dit huis nu. En dus ook in mijn slaaptroutine. Ik voel me nog een beetje alsof ik ergens in een Airbnb slaap. En dat ik straks gewoon weer terug naar mijn eigen huis ga. Maar dat heeft denk ik gewoon wat tijd nodig. En ik moet het gewoon wat meer eigen maken. Oh, mijn grootste probleem is dat ik letterlijk tussen de dozen slaap. En tot voor kort had ik niet eens een bed. Ik sliep letterlijk op een eenpersoonsmatras op de grond. Ik merk wel dat als mijn huis en mijn slaapkamer dus ook goed is opgeruimd, dat je dan veel chiller gaat slapen. Want het is toch zo dat al die prikkels komen binnen op het moment dat er allemaal zooi ligt. Je slaapkamer is een plek waar je tot rust wil komen. Geef je spullen een eigen plek. Dit geeft orde, rust en hierop val je makkelijker in slaap. Ik doe hem even in het midden. Ik weet het nog niet zo goed. Maar goed, ik kan niet mijn teddybeer en mijn dropjes mee gaan nemen naar die one-night stands. Dat is niet heel sexy, denk ik. Wellicht, ik ben bang in het donker. Ik ben gewoon één grote baby. Kijk, ik heb deze knuffels, ik heb deze hond. Ik slaap in een teddypak. Nee. Tenminste, ik heb nog nooit feedback gehad over snurken. Maar hij snurkt echt kapot hard. Heel vervelend. Ik heb hem vannacht zelfs de kamer uitgezet, omdat hij zo hard aan het snurken was. Er komt echt een geluid uit het beest, dat is niet normaal. Waarom niet? Zoveel mogelijk. Dus ja, toch iets minder alleen in bed. Dicht. Die vieze lucht hier, die pakt me niet helemaal. Dus sinds ik hier woon heb ik hem wel vaak dicht. Frisse lucht is heel belangrijk voor een goede nachtrust. Slaap daarom met je raam open. Kan dat niet? Of woon je in een stad? Zorg er dan voor dat je een luchtreiniger hebt. Ook planten zorgen voor extra zuurstof in de lucht. Wat? Huh? Nou, dit is niet normaal. Zie je dat? Een hele mooie kamer. Wauw, ik herken het gewoon niet, joh. Wat is dat? Een luchtzuiveraar voor frisse lucht. Oh, ik voel het. Oh mijn god, deze kast. I love. Dit is zo georganiseerd. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn leven.